Zit een goede shot? Over de engel kijken. Even voor jullie begrippen ook, Africa Inside Out. We zijn nieuwe reizen aan het ontwikkelen en verhalen aan het vertellen. Een goede update van wat we allemaal aan het doen zijn. We zijn nu een week verder, Africa Inside Out. We zijn heel lang mee bezig geweest om het voor te bereiden. Als je zo lang met iets bezig bent, dan als je dan van start gaat, dan brengt dat extra spanning met zich mee. Goede spanning, heel veel zin ook. Het is heel anders dan wat ik gewend ben. Want ik ben gewend dat ding vast te pakken en gewoon onzin uit te kramen. En dat heel erg veel. En dan maakt de editor, die maakt er altijd een passend verhaaltje van. Een lopend verhaaltje. En die moet dan heel veel ruis wegknippen. Excuses daarvoor, editors. Maar nu willen we de content naar een nieuw niveau trekken. En het moet allemaal iets korter, het mag wel iets meer to the point. We willen verhalen vertellen. Nou, daar past al dit gezwam van mij niet bij. En dat is een hele andere manier van werken. Ook het presenteren, het is niet echt een vlog. Dus we gingen nu voor het eerst een beetje presenteren. En dat had ik, moet ik eerlijk zeggen, had ik mezelf niet helemaal gerealiseerd. Ik ga een jaar lang rondreizen. En dit is pas de eerste week. Dus kijken wat werkt, wat leuk is, wat jullie leuk vinden. Nou, waar zit ik? Ik zit hier bij Lions Bluff, de lodge. We zitten nu tussen Nairobi en Mombasa. We hebben de trein gepakt in Mombasa. We pakken hem naar Nairobi en we kijken waar het vet is om te stoppen. Want we willen eigenlijk binnenlandse vlucht een beetje tegengaan. En de trein is een leuke manier om ook het land te zien. Dus dat is een nieuwe manier van reizen. Die trein is vorig jaar afgemaakt door de Chinezen. Dus dat zijn we aan het onderzoeken. Nu nog Kenia. En Kenia ken ik heel erg goed. Maar echt veel nieuwe dingen ook weer gezien hoor. Als die allemaal grondig onderzoek doen naar leuke plekjes, leuke eetentjes. Ja, leuke wandelingetje langs het strand richting Old Town. Als je daar de tijd voor neemt en doelgericht op zoek gaat, dan kom je weer zoveel nieuwe dingen tegen. Het team. Het team is fucking goed. Daar ben ik heel erg blij mee. Een regisseur. Dat is ook helemaal nieuw. Iemand die dus denkt in shots, de juiste shots wil halen. Oost de Jong, dankjewel dat je hier bent. Je bent fucking goed. Je bent energiek. Andy Troy, goede filmmaker uit Middelburg. Houdt van de natuur. Heeft enorme camera's bij zich. Hij heeft een Red bij zich. Filmmakers onder jullie kennen. Lotte Bikker, editor. Heeft een enorme kluif aan alles wat we schieten. Moet ze dit ook weer gaan editen. Godverdikkie. Roosje Haverman. Zij doet al het schrijven. Zij doet al het vooronderzoek. En schrijft blogs. Roos, jij ook. Heel erg bedankt. Mijn vriendin Marieke. Die het land beter kent dan velen van ons allen. En voornamelijk de railway. Marieke die heeft een buitengewone interesse naar historie. Dus ik kan de verhalen goed sturen. En is goed voor de vibe natuurlijk. En houdt mij op de been. Alhoewel je vriendin op zo'n trip ook best wel irritant is. Het is echt best wel hard aanpoot. Want je wil een sunrise pakken, een sunset pakken. En soms ook nog 's avonds nog shots. Je bent gewoon de hele dag in de weer. Wat heel erg lekker is. Ik ben ook al een paar kilootjes afgevallen. Dus dat vindt Marieke fijn. Ik zag in één keer een soort van streep strié die ik nog nooit had gezien. Ja, het is best wel... slopend. Nou, nee, niet slopend. Het is lekker. Kijk nou waar ik zit, man. Dit is kantoor nu. Voor een jaar. En nog allerlei andere ecosystemen, gebieden, mensen die we gaan ontmoeten. Het verhalen die we gaan vertellen. Dus dat is super vet. Oh ja, laat ik dat nog even vertellen. We hebben dus nog geen Land Cruiser. We willen een auto kopen. Maar het is hoogseizoen. Dus er is heel veel vraag naar Land Cruisers. Iedereen krijgt dat ding verhuurd. Dan assessen we een car. Voor 50, 60 euro. Wat je wil, als je iemand te weinig daarvoor betaalt, dan kan die omgekocht worden door de wederpartij. Dus als je 10 auto's op een dag checkt, dan ben je 600 euro kwijt. Zegt de eigenaar daarna in één keer: nee, sorry, ik verkoop hem pas alweer over een maand, want ik heb nog boekingen. Dus we hebben nog geen auto. En het hoogseizoen duurt nog wel een maand. Maar ja, goed, dus we moeten nog een auto kopen. En dat gaat heel erg veel stress opleveren de komende weken. Maar waarschijnlijk gaan we gewoon zeggen: fuck it, we doen het met openbaar vervoer en dan kopen we na het hoogseizoen een auto. Dat is een mogelijkheid. Het gaat wel veel meer tijd kosten, maar we hebben de tijd. Nou, dit is veel geratel, al met al, super groot succes. Ik ben dus heel erg benieuwd naar wat het gaat worden, want ik wil nog even een juiste tone of voice zien te vinden met het vloggen en het presenteren. We gaan nu zo meteen met de Matatu gaan we
terug naar Nairobi, want we zijn vergeten de trein te boeken, want het is hoogseizoen, dus alles is fully booked. 2 weken van tevoren boeken. Zover konden we niet vooruit denken, want we wisten niet of we vertraging zouden oplopen. Daar nog even filmen, we gaan Nairobi vastleggen, we maken daar een special van. Maar dan gaan we aan de edit en dan komt er wat uit en dan ben ik daar heel erg benieuwd naar. Fuck it, zullen we dit ding gewoon boom, in één keer online zetten? Gewoon, ik ga dat eens even vragen aan die lui. Ja. Eens kijken voor hoeveel minuten we nu zitten. 15, dat is lang, dat is wel lang. We knippen er misschien wat uit. Mij nog even de scenery laten zien. Daar ligt normaal de Kili, maar vandaag in de wolken. Daar de Taita Hills. Daar zijn we 3 dagen geweest. Hier de huisjes. Het ligt hier prachtig op een richel, jongen, deze huisjes. Ik moet nu stoppen, het wordt veel te lang. Jezus, Ricky, hoe kan ik jou nou vergeten houden? Grote, beste vriend, dankjewel dat je hier bent en alles aan elkaar breidt, vlecht. Dank voor alle organisaties. En hij tempert mijn enthousiasme, is wat realistischer. En zal waarschijnlijk ook zeggen dat deze vlog veel te lang is, want het moet korter zijn. 9 a.m. Daar zit hij, de man over wie ik het net had. Tony, hoe gaat de organisatie? Goed jongen. Ja, en het is 1400 per person, right? 1400. Lekker, we hadden het onderhanden. Heel even de rest van het team ook nog even laten zien. Dat is leuk. Als we toch online gaan zetten, denk ik. Oh jongens, nee, die komen er heel even in. Nee. En ik ga jullie vragen of het is 15 minuten geworden. We kunnen hem ook gewoon zonder edit gewoon online flikken. Je moet hem zomaar even kijken. Kan misschien. Maar dat vinden jullie heel graag, hè? Doen. Oké, okay, doen, hè? Het scheelt weer werk. Ja, precies. Het scheelt weer werk voor jou. Top! Hij staat erop! Je moet hem in de edit stoppen! Hij moet in de edit! Oké, sorry, ik moet even corrigeren. Kut, vrachtwagen. Het is echt een echte backpacker als je wacht. Enorm lang op je eten. Dames, die gaat even. Maar is mijn gezicht goed dan? We can transform huge mounds of shit into perfect little balls. We're looking for the lion. The lion. And it's whole. Candy, succes, jongen!